Hoi, leuk dat je weer kijkt naar Noon, het kinderprogramma uit de provincie Utrecht. Ik ben Tijmen en we hebben vandaag weer een uitzending vol leuke dingen. Hoe overleef ik de avondvierdaagse? Speelt Hugo op hoog niveau snoeker? En is basisschool Wijzer aan de Vecht een supergezonde school? Dit en nog veel meer vandaag in Noon. Met zulk weer is dit een van mijn favoriete snacks. En het is nog gezond ook. De kinderen van basisschool Wijzer aan de Vecht eten in hun pauzes alleen maar groente en fruit. Basisschool Wijzer aan de Vecht is officieel een gezonde school. Dat betekent veel bewegen en vooral gezond eten. Dan heb je meer energie om te verder te werken. En dan heb je tenminste wat gegeten. Dan kom je ook vaker op school en dan besmet je ook geen andere kinderen ermee. Omdat dat is veel gezonder dan bijvoorbeeld als je een koekje eet dat niet gezond is, dat veel suiker in zit. Vind je het ook niet stiekem een beetje jammer dat je geen koekjes meer eet op school? Een heel klein beetje. Ja, het is wel een beetje irritant als je zo geen koekje of iets lekkers mee kan nemen. Maar het is ook wat gezonder en ook wat beter. Wat heb je vandaag mee voor gezond eten? Ik heb vandaag komkommer en water. Appel en water. Naast gezond eten moeten de kinderen vooral ook veel bewegen. Daarom heeft de school een nieuw schoolplein aangelegd om het bewegen uitdagender en leuker te maken. Ik vind het gezelliger en leuker. Want waarom? Omdat eerst was het heel klein en de toestellen waren heel erg saai en niemand speelde er eigenlijk mee. Alleen maar voetballen. En nu zijn er meer toestellen gekomen en is het gewoon leuker. Ik vind het best wel leuk, want het zijn meer spellen om te doen. Normaal was het alleen spelen bij de spin en was het voetballen en overlopertje doen. Je blijft wel in beweging in ieder geval. Wil jij weten welke snacks gezond en lekker zijn? Kijk dan op noontv.nl. Met waterpistolen spelen is natuurlijk heel leuk en niet gevaarlijk. Want je ziet dat het speelgoed is. Maar zodra de speelgoedpistolen op echte wapens gaan lijken, dan wordt het een ander verhaal. Je ziet ze vast wel eens in speelgoedwinkels of op kermissen. Nepwapens. Ik heb er zelf twee thuis liggen en daar speel ik wel eens mee. Vind je die op echte wapens lijken? Ja, wel een beetje, maar dat maakt het ook wel een beetje leuk. Ik denk dat ik wel van een plaat karton een keer een doelwit ga maken en daar ga ik dan mee schieten op met dit pistool. Ontzettend leuk natuurlijk, maar sommige neppistolen lijken wel erg op echte wapens. Zo erg dat mensen de politie bellen als er kinderen mee zien lopen. Wijkagent Erik-Jan van Lutteveld kan erover meepraten. Ja, niet heel lang geleden nog kregen wij een melding, ook een buurtbewoner, die had gezien dat een jongen met een gelijk het vuurwapen aan het spelen was. En toen zijn we ook met twee auto's ter plaatse gegaan. En toen we er aankwamen, toen had hij hem nog bij zich. En gelukkig deed hij precies wat wij vroegen. Want voor hetzelfde geld maakt hij een onverwachte beweging. En dan kan het heel anders aflopen. Er staan wel overal stickers van de politie met gewaarschuwd dat ze soms op echt wapens lijken. Dus je wordt wel goed gewaarschuwd en dat vind ik wel goed. En ze zeggen dat het heel gevaarlijk is voor die kinderen. En ook heel dom, want als je dat doet, dan is binnen de kortste keren de politie erbij. En voor je het weet heb jij wat pech en dan denkt de politie dat je wapen echt is. Eigenlijk moet je het gewoon lekker thuis in je achtertuin doen, met je vriendjes spelen en niet op de openbare weg. De wijkagent raadt de kinderen dan ook aan om uit te kijken met nepwapens. Maar goed, mocht het zo zijn dat een kind toch in bezit is van een nepvuurwapen, dan zou ik het toch inleveren bij de politie. Of als hij er toch mee wil spelen, alleen thuis en absoluut niet op de openbare weg. Elke week beantwoordt onze dierendokter een van jullie dierenvragen. Deze week een vraag over ademhalen.
voorzitter, ik heb een vraag. Hoe ademen vissen onder water? Hallo en bedankt voor je vraag. We hebben hier een vis. Misschien weten jullie wel dat elk levend dier heeft zuurstof nodig om te kunnen leven. Net zoals wij. Wij moeten ook ademen. Dus vissen moeten dat ook. Wat een vis doet is hij slurpt water op. Dat water komt door de kieuwen en dat gaat weer uit de vis. En zo kan een vis ademen. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk in die kieuwen? Nou, daar gaan we eens naar kijken. Die kieuwen, die zien er heel gek uit. Dat zijn allemaal staafjes die zo op elkaar zitten. En op die staafjes zitten weer kleine plaatjes. En die plaatjes zorgen ervoor dat de vis kan ademen. Op zo'n plaatje zitten allemaal bloedvaten. En bloedvaten die zorgen ervoor dat het zuurstof wat jij binnenkrijgt, ook jij, dat dat door je lichaam kan verspreiden. Dus dat gebeurt ook bij vissen. Dit zijn de bloedvaten. Die zitten zo. En het bloed stroomt zo omhoog. En wat doet het water dan? Het water stroomt omlaag. Dus het water en het bloed raken elkaar aan, zodat het zuurstof uit het water in het bloed kan gaan zitten. En zo neemt de vis zuurstof op uit het water. Ik hoop dat ik hiermee een beetje jouw vraag heb kunnen beantwoorden en dat het duidelijk is geworden. En heb jij nou ook een vraag? Stuur hem dan gewoon in. Zaterdag is voor mij de leukste dag van de week. Ik mag dan eindelijk voetballen. Wat ik best wel gek vind is dat terwijl ik op het veld gezond aan het sporten ben, zij langs de kant staan te roken. Dit terwijl de meeste kinderen het roken langs het veld helemaal niet fijn vinden. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk sportclubs rookvrij te maken. Ook Club Sporting 70 wordt binnenkort rookvrij. Bij sporten hoort gewoon geen roken. Omdat ik vind dat als je gaat roken in het bijzijn van kinderen, dat die kinderen het misschien gaan overnemen. Of denken dat het misschien toch ergens goed is dat die ouders dat doen. Plus met als die kinderen rook binnenkrijgen, is het ook niet goed voor die kinderen. Ik rook zelf, maar ik vind het goed dat kinderen niet in aanraking komen met roken. En zeker langs de lijn, langs het sportveld, is het een heel raar beeld eigenlijk. Ja, ik vind het ook zelf vies. Als ik langs iemand kom die rookt, dan vind ik het heel vies. Ruiken ook en ja. Hoe vies kinderen het roken ook vinden, dokters en psychologen zijn bang dat kinderen daardoor juist sneller zelf gaan roken. Ja, ik kom wel in de verleiding, maar ik probeer het niet. En waarom kom je in de verleiding om te roken? Omdat misschien andere mensen die je kent dat dan gaat doen. En dan zeggen ze, wil jij er ook heen? En dan, misschien omdat iedereen het doet, doe jij het dan ook. Stel dat andere mensen die geur ruiken en dan denken ze van, oh, het is lekker, dan gaan ze het misschien ook doen. Ik heb zelf wel ook heel lang gerookt. Ik ben sinds 3 jaar ben ik gestopt. En ik moet zeggen, toen ik rookte en ook langs de kant stond, dan voelde ik me echt best wel wat opgelaten. En ik heb ook op een gegeven moment ook gezegd van, dat doe ik dus niet meer. En ja, ik ben ook eigenlijk gaan roken omdat mijn ouders ook rookten. Dus ik kan me voorstellen dat dus, als je vader of moeder rookt, dat je eerder geneigd bent om te roken. Na de zomer zal de sportclub rookvrij zijn. En de kinderen hopen dat er nog meer clubs zullen volgen. Honkbal, hockey, voetbal, handbal, tennis. Het zijn allemaal sporten met een bal. Hugo doet de sport met maar liefst 21 ballen. Namelijk snooker. Snooker is een biljartspel dat gespeeld wordt met 22 ballen. De ballen moet je met een stok via de witte bal in de gaten schieten. Voor elke bal die je pot kun je punten verdienen. Hugo begon hier al vroeg mee. Ja, eigenlijk toen ik al 3 was. Want toen stond ik. Toen gingen we elke dag naar Griekenland. Nee, toen gingen we een maand naar Griekenland. En toen stond ik elke dag dat we naar het zwembad gingen. Daar hebben ze ook een poeltafel. En toen stond ik niet bij het zwembad, alleen stond ik alleen maar bij de poeltafel. Maar als je 3 bent, hoe ver kom je dan boven een poeltafel uit? Nou, eigenlijk stond ik dan op mijn tenen en dan kwam ik net boven de tafel uit. Dus laat maar zeggen zo, dus ik net zo meteen. In Griekenland is alles begonnen voor Hugo, want hier mocht hij als klein jongetje gewoon meedoen. Ja, in Montfort of in Nederland mocht je eigenlijk niet vanaf je 5e ergens op een poeltafel nemen. Dat konden ze niet toelaten. En in Griekenland mocht dat. Bij alleen snooker op vakantie is het niet gebleven. Hugo zit bij Jong Oranje en traint 3 keer in de week en hiernaast speelt hij wedstrijden. Zijn stok neemt hij overal mee naartoe. Ja, dat is de stok, laat maar zeggen, waarmee je tegen de witte aanstoot.
En zo ziet hij van de binnenkant eruit. En als je dit lapje zo open doet, heb je hier het krijtje. En dan zit je zo deze in elkaar. Nou, dan is dit oké. Dat Hugo talent heeft en het ver kan gaan schoppen, weten zijn tegenstanders ook. Ik wil zich goed spelen. Ik vind hij pot wel mooie ballen. Als jonge speler zie je ook talentvol. Ja, hij pot hele moeilijke ballen ook. Dat is gewoon heel knap. Dit is stap naar achteren. Stap in. Hugo deelt zijn snoekertips op de website. We schakelen nu over naar ons Noon Tryout team. Zij testen elke week gedurfde experimenten. Noon nomineert Myrthe Maria. Vandaag ga ik op straat bomen knuffelen. Hey boom. Hoi, goedemorgen. Kom, ik geef je even een knuffel. Volgens mij vond iedereen het wel een beetje gek dat ik dat deed, maar ik vond het eigenlijk wel heel fijn. Dus experiment geslaagd. Ik heb een potje met vet. Ik heb een potje vet al op de tafel gezet. De meeste scholen hebben de avondvierdaagse al gelopen. Delano is zelfs al klaar en geeft een paar belangrijke tips. Ik heb net voor de zesde keer de avondvierdaagse gelopen en ik heb een speldje gekregen. En ik heb nog een paar tips om de avondvierdaagse goed te kunnen lopen. Tip 1. Om de avondvierdaagse goed door te komen moet je van tevoren goed eten, zodat je tijdens het lopen geen honger meer krijgt. Tip 2. Zorg dat je iets tegen de verveling hebt, zoals een fidget spinner of een telefoon. Tip 3. Als de zon heel erg goed schijnt, dan doe zonnebrand op. En als het regent, zorg ervoor dat je een paraplu bij je hebt. Tip 4. Zorg dat je voor onderweg genoeg drinken en misschien wat te eten hebt. En zorg ervoor dat je wat eten meeneemt om als je nog honger krijgt. Tip 5. Zorg ervoor dat je goede schoenen aandoet, zodat je geen blaren kunt krijgen. En dan moet het helemaal goed komen. Wil jij weten waar de avondvierdaagse vandaan komt? Kijk dan op onze website. Elke week krijgt de presentator van Noon een dilemma voorgelegd. Dat is een lastige keuze tussen twee dingen die je eigenlijk allebei niet wilt. Deze week ben ik dus aan de beurt. Nou, daar gaan we dan. Of je moet pindakaas als gel gebruiken. Oh nee. Tweede. Of je moet je tanden poetsen met mayonaise. Wil je weten wat ik gekozen heb? Kijk dan op de website. Dit was het weer voor vandaag. Volgende week zijn we natuurlijk weer bij je terug. Met achter de schermen bij musical The Bodyguard. Naar school gaan in het weekend. En Kees speelt in een rockband. Tot volgende week. Tot Noon.
mama, 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 mama.